En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Geen belasting op groente en fruit. Wat vinden jullie daarvan? Nou, op zich vind ik het wel goed als fruit zeg maar goedkoper wordt. Dat zou prachtig zijn. Ja, dat zou ik heel goed vinden. Ja. Dat beter met de veraf, dat is beter. Heel goed. Heel goed zelfs, ja. Wat ik ervan vind? Nou ja, dat weet ik niet. Ja, goede vraag. Goede vraag. Ja, ja, dat is niet verkeerd. Ik denk niet dat het wel goed is misschien. Ja, ik weet het niet. Precies. Iedereen moet natuurlijk fruit eten, dus je ziet nu vaak dat voor mijn gevoel mensen die met minder inkomen minder snel fruit en groenten kopen, omdat ze er minder geld voor hebben. En dat moet eigenlijk natuurlijk niet zo zijn. Iedereen moet het gewoon kunnen betalen. Why you think it's a good idea not to put tax on vegetable and fruit? Well, they'll be cheaper then, and then people will be more likely to buy them. And it's a good idea. Yeah, they won't go for canned foods, and because sometimes I go to Albert Heijn and then I see the canned and the pre-prepared foods are cheaper than the vegetables. Which then why would people buy fresh fruits and vegetables then? En de jeugd gezonder laten eten, dat zal ook niet zijn. In ieder geval bij ons op school wordt er altijd wel echt. Als kinderen heel veel koekjes en zo meekrijgen dan voor de fruitpauze, wordt daar toch wel iets van gezegd of zo. Of toch wel van probeer wel altijd fruit mee te nemen. Dat je in ieder geval ook op school genoeg fruit gaat eten. Eet u zelf veel groente en fruit? Ja, elke dag groente en fruit. En vlees of eieren of de een of de ander. Iedere dag toch wel een appel. Wist u dat 50% van de Nederlandse volwassenen obese is? Nee, weet ik niet. Nee? Nee, weet ik niet. Nee. Nee. Ja. 50% van de volwassen Nederlanders is obese. Denkt u dat dat wat uit gaat maken? Dat denk ik niet. Waarom niet? Omdat ze daar zelf schuld aan zijn. Meeste mensen, hè? Niet allemaal. Gaat u meer groente en fruit eten dan? Ja, alles. De komkommer, tomaten, alles fruit, de sinaasappel. Waarom denkt u dat mensen toch niet anders gaan eten? Omdat mensen jarenlang in ditzelfde patroon zitten. Die gaan. Ja, en ook dus even afwachten wat geen belasting gaat doen op groente en fruit. Ja, precies hetzelfde verhaal. Ja. Wel hoopvol? Ja, ik denk het wel, ja.